Sijard Smit stapt geregeld op de boot naar Skylge dat hij 3 dagen in de wieken zit. Want zond 1 december is hij dwan de machine nijste uitdaging. Het Oeralfestival. Een dream die uitkomt. Bij Oeral van de verbinding met het landschap, met de natuur. Als je hier naar een voorstelling tagiert en de voorstelling en de plak en het waar staan allemaal op 1 lijn. Ja, dan haal je een ondervinding die zat speciaal, die kind nergens oors. En daarom wil je ook wel graag directeur worden? En daarom moet ik wel graag hierin, ja. Het is haast de kwaste dag van het jaar, midden in de winter. De rest heerst het op het eiland. Dags wordt er op het Oeralkantoor in Midsloon al druk werken aan het festival in juni. Eén ding die we veel sterker inzetten is de inclusiviteit. Dat we al in gang zetten, maar het komende jaar is dat nadrukkelijker een onderwerp. Ook voor de komende jaren. We willen er voor alle leeftijden willen we de wezen. Alle nationaliteiten, alle lagen van de bevolking. Oeral moet de plak wezen waar elke die zich welkom voelt en elke die naartoe wil. Smits in Invloeden binnen komt hier gelijk al te vernemen op het festival. Maar wat we nou krijgt uit de Schenk krijgen in juni? Dan wens ik iedereen een hele fijne middag. Maar voordat we doorgaan gaan we de camera eruit sturen. Nou ja, we wachten het nou maar even af.